Rachid van der Parra, is het moeilijk om na zo'n zeper tegen PSV je te moeten opladen voor zo'n beker, terwijl tegen FC Os, een ploeg uit de Super League? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het een goede wedstrijd voor ons is om toch die zeper van afgelopen zondag te vergeten. En gewoon een goede wedstrijd te spelen en naar de volgende ronde te gaan. Je kunt de plek in de kwartfinale veroveren. Ja, daarom. Dus voor ons is het echt belangrijk om deze wedstrijd te winnen. En het is ook de kortste weg om Europees voetbal te halen. Dus, Ik heb gisteren met alle jongens gesproken en ik was zeer te spreken over de zelfkritiek. Blijkbaar onbewust hebben we toch met name, als het gaat om het verdedigende gedeelte van de wedstrijd, tegen een goed PSV, dat wel. We hebben gewoon heel slecht verdedigd als team, op bijna alle posities. En we waren daar niet scherp genoeg en in 10 minuten, het is ook heel lastig als je dan in één keer met 3-0 achter staat, hoor. Ik heb zelf ook gevoetbald en dat valt ook niet mee. En er is meteen de vierde, dus dan krijg je nog een tik bij. Maar we hebben wel het besef, en de jongens ook, van wij moeten gewoon laten zien dat wij door willen gaan in wat we de laatste maanden hebben opgebouwd. Met uitzondering van de wedstrijd tegen PSV. We hebben wat recht te zetten. Ja, we weten zelf wel dat we een slechte wedstrijd hebben gespeeld. En we zijn al zoveel wedstrijden ongeslagen geweest. En je weet natuurlijk dat je ooit een keer gaat verliezen. En dat was zondag. En ik vind dat je tegen een ploeg als PSV wel kan verliezen. Het is gewoon een goede ploeg. En ze waren zondag gewoon de betere. Ga je dingen aanpassen in je opstelling? Mensen die niet kunnen spelen vanwege blessures? Mensen die rust krijgen misschien? Nou, we gaan uit van vastigheid. Alleen binnen de vastigheid is, net zoals zondag, is Brian van der Bussen nog niet beschikbaar. Dus Kenny blijft keeper, Kenny steppen. En in verband met toch wel zijn klachten is Usama, die wordt vervangen door Rajiv. En Usama, voor hem is het al winterstop. Wat weet jij van SCL's? Heel weinig. Vrijdag ben ik zelf geweest bij Volendam tegen Os. Ik heb nog even twee trainers gesproken die ook in Jupiler League werkzaam zijn. En dus we zijn goed op de hoogte. Weet je hoeveel ze staan in de Jupiler League? Nee, ik zal het niet weten. 13e? 13e, oké. Nou, dat is niet echt hoog, hè, voor in de Jupiler League. Maar deze wedstrijd is gewoon één wedstrijd. En misschien... Ja, ze zijn natuurlijk wel extra gemotiveerd om deze wedstrijd te winnen. Voor hun is het ook weer een prijs. En, het is gewoon aan ons om een goede wedstrijd te spelen en deze wedstrijd gewoon te winnen.